Goedendag en welkom bij Privé TV. Julia Roberts heeft een hele duistere kant. Dat zegt althans haar zwager, de man van haar overleden zus Nancy. Bij mij in de studio Patricia Wesseling. Patricia, welkom. Wat is zijn verhaal? Nou, het is een schokkend verhaal hoor. Deze week in Privé laat hij een hele andere kant van Julia Roberts zien, die toch in Amerika bekend staat als America's Sweetheart. Ja, precies. Patricia, voordat je begint, ik ben echt verliefd op Julia Roberts. Dus je gaat toch geen vreselijke verhalen over te vertellen? Met jou zijn een heleboel andere mannen dat ook, denk ik. Ja, hij schetst een heel ander beeld van deze geliefde actrice. Haar zus Nancy heeft 2 jaar geleden zelfmoord gepleegd. Ja. En nu beschuldigt deze John Dilbeck, zo heet hij. Die beschuldigt Julie daarvan dat zij haar zus met treiterijen en pesterijen de dood ingedreven heeft. Maar wat had hij met haar? Met Nancy? Hij was verloofd met haar al 5 jaar. Ze woonden samen. Ja. Okay. En zij heeft toen zelfmoord gepleegd. Hoe is dat gebeurd? In bad. Ze heeft een overdosis medicijn genomen in bad. Hij heeft haar gevonden. Okay. En wat is er toen? De begrafenis is toen geweest. Daar is John bij geweest, neem ik aan. Daar mocht hij ook niet bij zijn. Niet? Nee, 24 uur na Nancy's dood heeft Julia ervoor gezorgd dat al de bezittingen van haar bij John thuis werden opgehaald. Haar iPad, haar iPhone. Hij moest alle wachtwoorden doorgeven. Zelfs haar fiets werd meegenomen. En het enige wat hij wilde was haar verlovingsring. En die moet je ook tot op de dag van vandaag nog krijgen. Ja, maar John heeft nu flink om zich heen geslagen. Wat heeft hij gezegd? Hij vertelt een hele hoop dingen. Hij vertelt hoe hij nu bedreigd wordt door Julia ook. Want hij heeft een heel dossier aangelegd van alle e-mails en sms'jes die Julia in de afgelopen jaren gestuurd heeft naar Nancy. Ja. Daar is Julia dan kennelijk dan toch een beetje bang voor. Die wil ze graag terug hebben. En dat die houdt hij apart. En hij is zelfs naar de politie geweest. Hij heeft zelfs aangifte gedaan. Zo bedreigd voelt hij zich door Julia. Hij zegt dat Julia Roberts, mijn grote lieveling, dat hij hem zou willen vermoorden. Dat zegt hij. Nee. De politie moest daar ook een beetje om lachen toen hij aangifte ging doen. Die gelooft dat ook niet. Maar hij is daar toch heilig van overtuigd. Hij denkt zelfs dat zij daar misschien wel iemand voor in de arm neemt om dat te doen. Nou, ik kan me voorstellen dat Julia hierop gaat reageren. Wat heeft ze gezegd? Ze zwijgt het helemaal dood. Ja? Ze zegt er helemaal niets over. Maar misschien is dat ook wel het beste. Maar nog eventjes over die Julia en die relatie met haar zus. Hoe was die? Het is altijd een moeizame relatie geweest. Ook al, je kan zeggen nu achteraf van, ja, die Nancy is zeker jaloers geweest. Maar ook toen ze nog jong waren, was er altijd al bonje. Hij vertelt zelfs een verhaal dat ze een keer in de keuken waren en dat Julia haar kleine zus zelfs met een slagersmes heeft bedreigd en tegen de ijskast aanduwde. Het is altijd moeizaam geweest. Ja, oké. Maar als ik dan ook het verschil tussen die twee zie, de een is glamorous, bekend actrice en de ander is toch een beetje in de schaduw. Eigenlijk het lelijke dikke eentje van de familie, om het even onaardig te zeggen. Dat vind ik ook wel een beetje onaardig van je, ja. Nee, want Nancy was ook, behalve dat ze dan depressief was, had ze ook een leuke baan. Ze werkte op de hitserie Glee, daar werkte ze als productieassistente. Dus nee, ik vind dat niet echt per definitie meteen de lelijke eentje. Maar om nou meteen te zeggen dat haar zuster de dood ingejaagd heeft, zoals wat hij nu zegt. Dat is zijn mening, dat vindt hij echt. En er is ook nog een e-mail opgedoken, hè, die zij ooit heeft gestuurd over haar zelfmoord. Wat stond daarin? Nou, ze heeft een afscheidsbrief achtergelaten, inderdaad, waarin ze echt wel met de schuldige vinger naar Julia wijst, die haar leven de afgelopen jaren een hel heeft gemaakt, dat schrijft ze. Maar ze heeft zelf ook op social media afgelopen jaren lelijk gedaan over Julia. Maar grappig genoeg zijn na haar dood al die berichten van social media heel snel verwijderd. Ja, nou, dat lijkt me ook heel verstandig. Maar als zij een kwalificatie moet geven over Julia, wat zegt hij dan? Wat vindt hij van haar? Hij zegt echt letterlijk, Julia Roberts is een psychopaat. Dat is nogal een beschuldiging. Ja, en hij zegt zelfs dat ze achter de tralies zou moeten zitten voor wat ze heeft gedaan. Oké, maar ja, die aangifte is gedaan, maar komt er een strafzaak van of is dit gewoon weggelachen in Amerika? Ik denk dat dit een beetje weggelachen. Nou ja, bij de politie in ieder geval wel weggelachen. Maar ik denk nog niet dat het, hij houdt hier niet mee op, want hij is gewoon eigenlijk van overtuigd van zijn gelijk. Oké, het hele verhaal deze week in de Privé, deze week ook in Privé. Met de afgedrukt, de ook brief, alle die e-mails, al het dossiertje, de sms'jes, de mails, het wordt allemaal, het is dit er allemaal bij. Ja, een triest verhaal, maar toch een alleen maar verliezers. Ja, oké, dankjewel. Geen dank. En dit was hem weer, Privé TV. Tot de volgende keer.